Dag, mijn naam is Aart, vandaag heb ik een vraag genoemd 3, afstand tussen onbereikbare punten. Je hebt hier gegeven een rivier, je loopt tussen de punten A, B en C, D, hier loopt dus een rivier toe. Je loopt afstand tussen punten C en D en ook een rivier, je kunt er niet geraken. Maar op het A kijk je naar C en naar D onder hoeken hier 30 en 60 graden. Op het B kijk je naar C en D onder hoeken 40 en 80 graden, die hoeken kun je meten. Je kent ook de afstand tussen A en B, die is 18 meter. Bij de afstand van C en D, je kunt niet over de rivier, je moet dus wiskunde gebruiken. We gaan het berekenen, afstand brengt dus C en D met deze informatie. Dus punt A, B en G hebben ook gegeven. C, D, daarvoor gaan we onze driehoek, onze figuur delen in drie driehoeken die hier gegeven staan. Eerste driehoek die gaan berekenen is, ja, gaan goed kijken, we nemen de driehoek A, B, C. Ja, dan kunnen we die schuine zijde van A naar C breken. We gaan de rengte van A naar die rengte breken. Dat noemen we 1, dat is de eerste rengte die gaan breken. Dus 1. Daarvoor kijken we hier apart in deze driehoek, dit is uw 1, dit is uw A, dat is uw B, uw C. Lengte 1 zoeken we, hoek A. Lengte A is 18, hoek B is 40 graden, hoek A is dan 60 graden en hoek B is 40 graden. Ja. En dan heb je hier de lengte 1 in bezoeken. Dan kun je hiervoor de sinusregel gebruiken. We weten eerst, dit is een driehoek, ja, je hebt steeds 40, denk, heb je hier nog 180 minuten over en dan krijg je dus 18 gedeeld door sinus 80 graden is dan gelijk aan uw waarnemingshoeken gedeeld door sinus 40 graden. Ja, die waarde even kunnen vinden, dan 1 is gelijk dan aan de afstand die we zoeken, ja, uitschrijven als zijnde 18 maal sinus 40 graden door sinus 80 graden. Als je uitrekt, krijg je de waarde, ja, met de sinusregel 11,74. Die lengte is 11,74 meter. Die lengte is 11,74. Dat is de eerste lengte. Nu gaan we de tweede lengte berekenen. Dat is de lengte van A tot T. We gaan berekenen de afstand van uw punt A tot T. U had ook kunnen kiezen B, C en B berekenen. We hebben gekozen vanuit A. Je kunt kiezen hoe je wilt. We gaan nu de lengte, deze lengte 2 berekenen van A naar D. Dat betekent op de driehoek hier van A, B en D. De A, B en D. De waarde die hebben hier, dit is 18, dit is gekend. Ja. Deze hoek hier is, alles bij elkaar is 80 graden. En hier de hoek is 30 graden. Ja. Opnieuw kunnen we in de driehoek de andere hoek berekenen. Ja, die hou je over, dan heb je hier zoveel graden. Dat is de hoek die we zoeken, sorry. In de driehoek kun je dan de derde hoek berekenen, dus samen 180 graden. Kun je opnieuw de sinusregel gebruiken. Ja, opnieuw, sinus. 18 gedeeld door sinus van 70 graden is dan, uw waarnemingshoeken, 2 gedeeld door 80 graden, sinus 80 graden. Dus de waarde 2, die we zoeken, de tweede waarde, is dan gelijk aan 18 maal sinus van 80 gedeeld door sinus 70. Ja, als je dat berekent, dan krijg je de waarde 18,34 meter. Dit is 18,24. Dit is 18,24. Dus nu hebben we dit gevonden, die twee zijden hier. Die zijde, we hebben die hoek kennen. We gaan nu direct de CD gebruiken. We gaan hier driehoek gebruiken hier, met hier A, daar C en daar D. Ja. We weten reeds, ja, dat die zijden gekend zijn. Die zijden zoeken we. Ja. We kennen zijden. CD die we zoeken, die zijde kan we juist berekenen, dat was 11,74. Ja. Andere zijde hier ook juist berekend, was 18,84. Hoek gekend hier is 30 graden, 60 min 30, 30 graden. Dan heb je de overstaande zijde, daar kun je kostenregel aan gebruiken. Die hoek is gekend, is 30 graden, daar kun je kostenregel gebruiken. Namelijk, de zijde CD kwadraat is dan de ene zijde kwadraat, dus CD kwadraat is dan uw 11,74 kwadraat plus 18,84 kwadraat, ja, min twee keer de bruto van die zijde, dus twee keer 11,74 maal 18,74, maal de kosten van de ingelshoek, en de kosten was 30 graden, maal de kosten van 30 graden. Als je het uitrekent, dan krijg je het getal, ja, reken dat met je rekenmachientje, 110, en een beetje. Dat betekent,
uw cd zal de vierkant wortel van dat getal zijn. Want we hebben een kwadraat berekend, je moet de vierkant nog berekenen, 110 enzovoort. Dan krijg je de waarde 10,48. Dat betekent, deze afstand hier zal 10,48 meter zijn. Dank voor de aandacht, volgende keer. Bye bye.